Ik ben Shani en je kunt mij kennen van MTV X on the Beach. En ik heb vandaag mijn enemy Leslie uitgenodigd. Ik ben Leslie en jullie kunnen mij kennen van MTV X on the Beach. Vandaag ga ik eten met mijn enemy Shani, die mij al een aantal keer heeft aangevlogen. Dus ik ben benieuwd of het vandaag wel goed gaat. Waarom is Leslie mijn enemy? Dat hebben we allemaal gezien bij X on the Beach. Ik vind gewoon dat je het niet doet om op Jan en alleman zijn pik te gaan zitten, die dan andere meiden kunnen raken. En ja, zij denkt daar anders over, dus daar begon het al. Don't care. Don't care. Nou ja, het gaat eigenlijk fout tussen ons, omdat zij haar agressie niet onder controle heeft. Als zij gewoon naar mij toe had gekomen en een normaal gesprek met mij had gevoerd, van joh, ik vind het niet leuk dat je dit en dit doet, dan had ik kunnen zeggen van joh, ik doe het om die reden. Maar ja, als jij mij aanvliegt omdat jij niet normaal kan praten, dan is dat de reden waarom het misgaat. Zeg je dat met fucking ja, ja, ja! Ik ben de fucking dan heb ik het gedacht. Ja, je denkt dat ik fucking zeg. Je kut is nu al een afgeleverde boterham. Maar geloof mij, je gezicht gaat er nog veel slechter uitzien. Ja, we hebben bij X on the Beach gewoon die situatie gehad en dan daarna met dat voedselgevecht. Na X on the Beach waren we op een soort van reunie barbecue bij Journey thuis. En toen moesten we een soort van spelletje spelen. En toen had Journey bedacht dat het wel leuk was als Shani en ik een voedselgevecht hadden. Ja, ik dacht, oké, okay, fuck it, ik doe het gewoon. 3, 2, 1, op de knieën! En toen gestuit de hand gelopen. Ja. Zij dacht dat het een goed idee was om dat pakje dus op te pakken en dat zeg maar eigenlijk gewoon vol in mijn smol te gooien. Als ik haar echt pijn wilde doen, had ze er wel anders uitgezien dan een schrammetje in haar gezicht. Ze zei toen tegen mij dat het per ongeluk was gegaan. In eerste instantie zei ik toen tegen haar van joh, oké, is goed, weet je wat, ik geef niks, naar het ziekenhuis, bla bla bla. Toen ging ik nadenken en toen dacht ik van ja, hoe kan je per ongeluk een stenen schaaltje in iemands gezicht gooien? Ja, zij had een video geplaatst op social media dat ze ja, uitlegde waarom dat ze eigenlijk die draadjes in haar gezicht had. Tijdens dat voedselgevecht heeft zij, ja, zoals ze zelf zegt, per ongeluk een stenen schaaltje in mijn gezicht gegooid. Het kwam er eigenlijk op neer dat ik het expres had gedaan. Ja, toen was het weer dat we eigenlijk ruzie hadden over het feit dat ik op social media had gegooid dat zij dat stenen bakje in mijn gezicht had gegooid. Ja, waarom gelooft zij mij niet? Ja, weet ik niet. En schat, heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Kijk je er naar uit om haar weer te zien? Nee. Ik word al geïrriteerd als ik er nog maar aan denk dat ik haar stem ga horen. Laat staan dat ik dadelijk mee aan tafel moet gaan zitten. Ik ben hier vandaag met Davy, mijn mannetje. Die heeft heel de situatie van zeer nabij kunnen meevolgen. Ja, vorige keer ging het ook aardig fout. Daar kan ik niks aan doen. Ja, de laatste keer dat er eten aan te pas kwam, werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Je weet hoe dat ik ben. Als zij gek komt doen, ja, dan ga ik mij ook niet inhouden. Waar drama is, is Shani. Waar Shani is drama. Dus we gaan zien vandaag of dat het drama ook op tafel komt. Ja, wie laat er mij en Leslie nu ook een voedselgevecht doen? Ja, kom op. Ik heb geen idee wat Shani van mij vindt. Nee, ik denk niet dat ze me leuk vindt. Maar wat ze nou precies van me vindt, weet ik niet. Want ja, dat meisje praat niet. Dus dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, ik heb er geen zin in. Nee. Alles goed? Ja, met jou? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, haar stem blijft gewoon een dingetje. Zij heeft zo'n hele hoge toon of zo. En elke keer als zij begint te praten, krijg ik kippenvel. Nou, ben benieuwd. Ik weet niet waarom, maar zij praat en dan denk ik, waar luister ik naar? Waarom hebben wij nog nooit een normaal gesprek met elkaar gehad? Waarom niet? Ja, omdat jij altijd begon te slaan eigenlijk. Ja, daar. Maar daarna hebben we ook nooit een moment gehad dat we elkaar gezien hebben op een plaats om een gesprek te hebben. Nee, ik heb nog nooit een fatsoenlijk gesprek met haar gevoerd. Ik heb toen een keer geprobeerd met haar te praten en toen ging ze helemaal tekeer. Toen begon ze te schreeuwen tegen me. Toen dacht ik, ja, dit heeft dus ook niet echt zin. Het is niet dat ik u een bericht ging sturen van, hey Les, zullen we even praten? Of nee, jij mee? Dat is gewoon... ik jou ook niet. Als je ook een bericht of zo via Insta had gestuurd, had ik ook gezegd van, nou, bekijk jij het lekker. Ja, ja, dat bedoel ik. Had ik ook niet gezegd, nou is goed, kom maar langs. Nee. Niet. Maar daarom zitten we hier. Ja, dan zitten we hier, 2 jaar later. Langer. Beter laat dan nooit, toch? Ja. Kijk, we hebben elkaar in het verleden ook 2 keer tegengekomen. En we hebben geen woord met elkaar gewisseld. Dus ik denk dat dit wel echt gewoon ja, het ideale moment was, de ideale setting. Waarom heb je hem eigenlijk uitgenodigd? Ja, vooral gewoon om de situatie een beetje te klaren, denk ik. Dat gewoon heel die drama een beetje stopt. We zijn geen kinderen meer. Kijk, toen ik meedeed aan X on the Beach was ik 21. Toen was je op zich wel gewoon volwassen. Toen was je ook niet een kind. Ja, maar wij is volwassen. Ja. Moest ik het nu opnieuw doen, zou ik niet zo gereageerd hebben. Dat bedoel ik. Nou, dat is in ieder geval fijn om te weten. Ja. Ik merk aan haar manier van praten wel dat ze rustiger praat. Ik bedoel, ze schreeuwt niet en ze schuilt niet. Ze maakt gewoon complete zinnen die gewoon, waar ook een soort van inhoud in zit. Dus dat is wel een goede verandering.
Michelle, hoe denk jij dat mensen naar mij kijken? Ik denk dat mensen naar jou kijken hetzelfde als ik naar jou kijk. Je plaatst alleen maar van die seksuele dingen. En dat is allemaal een beetje zo porno, maar het is net niet. Snap je wat ik bedoel? Denk, ja, wat ben jij nou aan het doen, vrouw? Je kijkt ook in de kamer van, ben ik nu geil genoeg? En dan denk ik, nee, je bent het echt niet goed. Nee, het werkt gewoon niet. Ik ben daar ook gewoon helemaal niet zo goed in die filmpjes. Maar waarom doe je het dan? Want ik beter... omdat ik mensen moet genereren op mijn pagina's. Dus ja, maar ik denk, het werkt averechts. Ik mag niet zo ver gaan met mijn filmpjes, want dan word ik weer geblokkeerd. Dus dat vertaalt zich dan ook in een filmpje. Als je dan, zoals Michelle het verwoord nepgeil moet doen... Ja, dan verstijf je gewoon een beetje. Ik zeg eerlijk, ik zou er geen natte fluit van kunnen krijgen. Dan denk ik, ja, nee, Nicole, dit werkt dan weer niet. Nee. Ja, ik vind het gewoon echt fantastisch. Ja, vooral niet stoppen, want het is voor mij voeding. Ik vind het heerlijk. Nou, ik ga gewoon lekker door dan. Oké. Eating with my enemy going Dutch op Discovery Plus.